Dames en heren, van harte welkom bij de slechtste YouTube show aller tijden. Welkom bij Stuf TV. Oh, wat zijn ze enthousiast. De vorige aflevering haalde in 2 weken tijd 190 kijkers, 14 duimpjes omhoog en 8 nieuwe abonnees op FunnyGoat. Dankjewel daarvoor. En wat zit er allemaal in deze aflevering? Wauw! In deze aflevering gingen we op zoek of er curry zit in de curryworst. En we hebben ze gevonden! We hebben ze er alleen zelf moeten insteken. En ook van harte welkom hier in Oostende. Hier hebben we snelheidsdrempels voor mensen met een rolstoel. En wat is Stuf TV zonder het knuffelgehalte van ons harig mormel? Geef hem een geweldig applaus, dames en heren. Hier is Poes! En Poes, gaan we een quizje spelen? Ja. Het is harig en luchtig en er zit geen kloten in. Wat is het? Ja. Uw eigen balzak. Ja. En uiteraard beginnen we deze aflevering natuurlijk met het nieuws. Zeg. Wie heeft er dat gedaan? Poes, heb je dat gedaan? Ach, allee zeg. Het is niet eens mijn verjaardag. De N-VA regio Kokzijde Oostuinkerken wil de leefloners verplicht laten sneeuwruimen bij hevige sneeuwval. Wij namen onze camera mee en we gingen eens ter plekke kijken hoe dat allemaal in zijn werk ging. With me. I am an essential worker. Essential worker. We gingen ook eens polsen bij het N-VA opperhoofd Bart de Wever en zijn reactie klonk redelijk positief. Wij twee zich kanten de bouwen en de Duitse arbeider. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen naar grote borsten kijken is heel goed voor de gezondheid. Wel, wie ben ik? Niet te denken aan de gezondheid van al mijn kijkers. Dus dames en heren, het is dat een tijd. Dames en heren, sinds het ontstaan van Stuf TV heb ik er een paar leuke vriendjes en vriendinnetjes bij gekregen op Facebook. En een van die vriendinnetjes is Melody Lemaitre. En Melody Lemaitre schreef de volgende leuke status. Ik ben een zeer eenzame behoefte van iemand die sterk is en op de lange termijn gelukkig is om me hier slecht en warm te spelen. Wat eigenlijk hetzelfde wil zeggen als ik ben een kakmadam zonder vrienden. Maar daarom bestaat Facebook nu juist. En daarom, beste Melody, heet ik je van harte welkom in mijn vriendenlijst. Voilà! Ja, trouwens ontdekt, de beste relatietatoeage, dat is gewoon een foto van je vriendin laten zijn. Want dat is een tatoeage die volledig mee evolueert naar de relatie. Ja, hoe ouder dat heen wordt, hoe meer rimpels dat ze geven. En hoe langer de relatie, hoe langer dat dat gezegd wordt. He. Dames en heren, ik voel mij een klein beetje schuldig. Want ik ben in de vorige aflevering vergeten van alle kijkers een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Maar het is nog altijd niet te laat. En daarom gaan we dat vieren met een farme portie vuurwerk.
Dames en heren, de slechtste YouTube-show aller tijden zou natuurlijk niks zijn zonder een woordspeling. En speciaal daarvoor hebben we een nieuwe medewerker bij Stift TV, wiens humor zo droog is dat de woestijn in vergelijking eigenlijk een natte plek is. Hier is Punfun, met Juri Scheems. Hallo, ik ben Juri. Breedbeeld Juri, godverdomme! Sorry, ik wou vandaag eens romantisch doen voor mijn vriendin, dus kocht ik haar een roos. Ja, en het cultureel niveau van deze aflevering is te vergelijken met de Bitcoin eind januari 2018. Volledig gecrashed. Maar we gaan dat terug opkijken, met een flinke portie poëzie. Hier is Brecht Talica, maar het komt een keer wat dichter. Chocomelk, dat is bruin. Je kan het recht gieten. Maar het kan ook schuin. Doe het in een glas. Of in een beker. Met melkchocola is het waarschijnlijk bleker. Met kop van een koe. Met bruine vlekken. Die ze in de winter met een beschermhoes afdekken. Ja, het is een keer wat anders en zo. Zoemelk, mee, cacao. Mierenneukers hebben kleine piemels. Dames en heren, deze aflevering van Stift TV zit er bijna volledig op. Maar voordat we afsluiten, bekijken we nog snel enkele reacties van op de vorige aflevering. Kunst! Poes, ik ben grote fan van u. Hey, hoor je dat? Poes! Poes! Hey, poes! 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 Wie is dat? Hey poes, je hebt fans! Kevin, er is al een Stift TV op YouTube, zie ik. Ja, die hebben waarschijnlijk dezelfde YouTube naamgenerator gebruikt net als ik. Maar ja, mijn twee andere opties, dat waren wetvideo's. En buurtpolitie. Voilà, en daarmee zit deze aflevering van Stift TV er volledig op. Aan alle kijkers die nu nog altijd zitten te kijken, dankjewel. Dat is tijd van je leven die je nooit meer terugkrijgt. Daar rest mij enkel nog wat sociale media bullshit mee te geven. Je kan me volgen op Instagram. Stift TV heeft ook een Facebookpagina. En geef het ook een vind ik leuk, want momenteel is de pagina qua volgers nogal redelijk dood. En voor de fans van slechte stand-up comedy kun je ook altijd terecht op de Facebookpagina van Dead Serious. We zijn altijd op zoek naar nieuwe locaties om te kunnen spelen. Dus heb je een plek, een jeugdhuis, café, zaaltje, weet ik veel wat, waar je een comedyavond wil organiseren, stuur de mailtje. Voilà, en daarmee ben ik uitgesproken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!最後に勝つのは本物だ。